Anoua, ja. Welkom. Wij als supportersvereniging worden altijd uitgenodigd voor perspresentaties voor spelers. Nou, we doen het allemaal vrijwillig en het is dus in werktijd. Maar voor deze perspresentatie wil ik toch even vrijmaken. Want ja, je bent een jongen uit Utrecht, uit de stad. Daar ben je trots op. Zeker. Wij zijn supporters, we zijn trots op onze club en onze stad. Maar we hebben een verleden. En ja goed, het is niet altijd even mooi gegaan. Maar we hebben eigenlijk jou nooit de gelegenheid gegeven om eens uitleg te geven. Ja. Ik heb net de presentatie van jou gezien. Ik heb gezien dat je super trots bent dat je terug bent. Maar wil jij nou eens aan de supporters uitleggen waar het mis is gegaan? En ook uitleggen hoe trots je nou bent dat je weer voor Utrecht mag spelen. Ja, dat als eerst. Ik ben heel erg blij en ik ben trots dat ik natuurlijk weer terug ben bij Utrecht. En ook de kans heb gekregen om terug te komen. En ja, met name het stadion, de mensen, het publiek, Bunnickside natuurlijk, die elke wedstrijd achter ons staan. In het verleden dan, hier ben ik een jaartje weg geweest. Maar goed, dat wat vroeger is gebeurd, dat is gebeurd. En ik weet dat ik ook een fout heb gemaakt, zeker weten. Alleen iedereen maakt fouten en elke mens maakt fouten en iedereen verdient ook een tweede kans. Nou. En dat heb ik niet alleen met de trainers besproken, maar ook met meneer Van Seumer heb ik gepraat, met Wilke van Schaik, met Edwin, met iedereen heb ik gepraat en dat was goed. Dat was een goed gesprek en er was zand over en ik ben een jaartje ouder. Ik ben volwassener geworden, ik heb op mezelf gewoond en al dat soort dingen. Dus ja, het enige wat ik nu kan zeggen is dat ik zin in heb. En ja, ik sta te trappelen om in de galgenwaard te voetballen. Mooi. Het ziertje dat je zegt, ik heb fouten gemaakt. Ja, zeker. We zijn hier niet om dingen af te maken. Nee, zeker niet. Je hebt met iedereen gesproken met de club. Ik denk dat ik namens je supporters, ben trots dat ik met je namens je supporters met je mag spreken. Je bent een jongen uit de stad. Ja. Is het ook zo dat als jij geluiden hoort van de Bunnickside, er zitten jongens waar jij mee opgegroeid bent? Absoluut. Ik bedoel, ik kijk wel eens naar de Bunnickside. Ik bedoel, als een corner wordt genomen of een ingooi en we staan met 3-0 voor, dan kijk ik wel even. En dan zie ik gewoon jongens die bij mij in de buurt wonen. En jongens die ik ken. En dan zie je het me wel natuurlijk. En het zijn gewoon vrienden van mij. En dan, ja, natuurlijk, soms wordt er gefloten en... En ja, persoonlijk als speler vind ik dat niet kunnen. Nee. En dat hebben mijn medespelers destijds ook gehad. En je moet elke team steunen en elke speler moet je steunen. En nu heb ik 4 jaar tegen BFC Utrecht. En als het publiek achter ons staat en ook achter mij staat, dan stijg je altijd boven jezelf uit. Ja, want het is dan ook zo, denk ik. Jij kent die jongens. Ja. En als je dan negatieve geluiden hoort van die Bunnickside, dan grijpt het jou misschien wel meer aan als een gewone speler. Ja, absoluut. Die dat niet zo absoluut. Heeft. Dat is ook in het verleden geweest. Dat was bij Nijholt, bij Ricky Kruis. Dat heb ik nooit eigenlijk begrepen. En dat vind ik zo jammer. Want Utrecht is een fantastische club. En met een fantastisch publiek. Ja. Dat staan ze onbekend. En dan wordt er dan zeker naar de eigen spelers, eigen jeugd en jongens uit de buurt, wordt er dan naar gefloten. En dat doet echt pijn. Dat doet echt pijn. Je hebt nu voor 4 jaar getekend. Ja. Mooi. Je zei net ook, je wil je benen laten spreken. En voor grote waarde van het team zijn. Zeker. Nou, laten we daar maar elkaar op de hand schudden. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En ik hoop, je bent wat ouder geworden, volwassener geworden. En dat we heel veel plezier aan je mogen beleven. Zeker. Alle succes. Dankjewel. 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 Ja.